Hoi hoi, mijn naam is Roy. Ik ben diëtist in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Ik werk daar sinds 2016 op de afdelingen maag-darm-leverziekte, oncologie en chirurgie. Ik ben Maaike, ik werk sinds 2021 in CWZ. Ik werk onder andere op de afdeling longgeneeskunde, interne geneeskunde en de kinderafdeling. Wij geven jullie graag een kijkje in ons werk. Patiënten komen bij ons als ze vragen hebben over voeding, bijvoorbeeld als ze onbedoeld zijn afgevallen, als ze een allergie hebben of voor overige vragen. Als diëtist kun je klinisch en polyklinisch werken. Ik werk beide, dus klinisch en polyklinisch. Als patiënten in de kliniek liggen, dan ga ik naar de patiënten toe om advies op maat te geven, bijvoorbeeld aan bed. En polyklinisch betekent dat de mensen van buiten eigenlijk het ziekenhuis inkomen. En die roep ik dan bij mij in mijn spreekkamer. Wij beginnen onze dag met het voorbereiden van de patiënten. En daarna gaan we dus naar de patiënten toe in de kliniek. Of komen patiënten naar ons, polyklinisch. Bij een groot aantal van onze patiënten voeren wij metingen uit. Onder andere een meetinstrument waarmee we de vetvrije massa kunnen meten en de vetmassa. Met dit instrument kunnen wij de rustmetabolisme meten aan de hand van ademhaling. Een rustmetabolisme is dat wat je verbruikt als je in rust bent. Ook meten we de spierkracht in je arm met de handknijpkrachtmeter. Wat ik het allerleukst vind aan mijn beroep als diëtist is dat ik vanaf het begin tot eind het traject van de patiënt mee mag maken. Dus het moment dat ze binnenkomen in het ziekenhuis, voor een bepaalde tijd opgenomen liggen hier en uiteindelijk zelfstandig weer dat ziekenhuis uitlopen. Dat vind ik heel bijzonder. Als afdeling diëtetiek vallen we binnen de paramedische dienst van het CWZ. We werken samen met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en nog veel meer andere disciplines. We hebben een groot team van diëtisten. De sfeer op de afdeling is gezellig. We werken onderling veel samen. We weten elkaars kwaliteiten. En buiten werktijd doen we af en toe ook nog leuke dingen. Wat fijn is aan CWZ is dat je de mogelijkheid hebt om je te blijven ontwikkelen door bijvoorbeeld scholingen. Wij vonden het superleuk om jullie een kijkje te geven in ons werk. Hopelijk hebben jullie nu een beter beeld van wat een diëtist zo doet op een dag.